What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into the next one on our Into Your Mind journey, episode 13, Losing Control. We get a look into the minds with D-Blog and Estefan as they talk about their musical journey. Let's see what we got. Combinatie. It's coming at us from Jeroen, by the way. Much, much love, my friend, for the journey. Van twee verschillende stromingen die de jaren daarvoor voor mij eigenlijk niet echt voor de hand lag. Ik begreep dus dat de track die ze inladen niet de track was die afgespeeld werd, waardoor je nooit een mix kan maken. Nou, de eerste drop van Losing Control heeft echt een soort van techno-schransachtige toe. Hey YouTube, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Enter Your Mind. Het is de 7e solo-episode en tevens de 1e laatste, dus jullie zijn bijna van ons af. Deze episode gaat over Losing Control. Het is misschien wel de gekste track van het album. En we nemen jullie mee naar Reverse, waar we hem voor het eerst hebben gedraaid. Maar voordat we dat doen, like, subscribe op onze pagina en laat vooral even weten welke D-Blok en Estefan jouw favoriet alle tijden is. Hey, definitely get over, let them know what your favorite of all time is. Do the whole like and subscribe thing on D-Blok en Estefan's channel, because it's been a hell of a journey. Heel veel plezier met een nieuwe episode van Enter Your Mind. Ja, 2018 hadden we het Intense Anthem, The Ultimate Celebration, samen met Frequencers. Een combinatie van twee verschillende stromingen die de jaren daarvoor voor mij eigenlijk niet echt voor de hand lag. We dachten, we kunnen die twee muziekstromingen wel, of twee stijlen wel goed combineren. En op die manier ja, kwam de muziek van zowel de harde kant als van de melodieuze kant veel meer bij elkaar. Ik weet nog dat we in de studio zaten en we kregen het thema, ja, The Ultimate Celebration. En toen dachten we van, ja, wat moeten we in godsnaam met The Ultimate Celebration? Het is niet dat je zegt, Death Gone One of Victory Forever. Ja, het was echt zo, The Ultimate Celebration. Ja, dan kunnen we toch helemaal niks meer. Yeah, what can you do with that? Dus we hebben ja, ook gezeten en ja, dan komt dan wel weer naar voren van ja, we kunnen zelf teksten schrijven. En dat was wel heel erg fijn. Hebben we in plaats van The Ultimate Celebration, Celebrate the Day in the Ultimate Way. En door die draai te geven kregen we als hoek, we gotta keep our faith, we gotta celebrate. Ja, en dat is wel lekker meegevoerd. Terug op de red 2018, hier achter ons, maar dan vol. Het voelde ook wel weer inderdaad als een overwinning om weer op de red te staan. Het is natuurlijk als een artiest zijn, je hebt je eerste periode, dan breek je een beetje door en dan ga je in die slipstream verder. Maar wij hebben natuurlijk iets dan een andere periode gehad, ik denk heel veel artiesten in de hardstyle. En om dan weer terug te keren met Antidote en dan weer de erkenning te krijgen dat je op de red staat, op de main stage, dat ja, voelde wel echt als een soort van yes. Daar wat ik ook heel erg heb right sinds there. Die tijd is dat we het weer bewust meemaken. Dat we op zo'n stage draaiden. Voorheen was het echt, dan gaat het in een roes allemaal zo snel voorbij en bababababab. Je zit echt in de sneltrein. Maar nu zien we weer echt wat er gebeurt. We maken weer echt mee dat we, ja, dat we draaien op zo'n groot podium met zoveel mensen. En ja, die bewustwording, dat maakt het nog bijzonder. Sweet dreams are made of this. Who am I? I travel the world in a seven seas. 2019 is onze laatste climax geweest, maar überhaupt de laatste climax geweest die heeft plaatsgevonden. En dat was ook wel weer na Darkest Hour geprimeerd hebben in 2018, was dit toch ook wel weer, ja, alles klopt even weer. Dan probeer je ook wel gewoon daarvoor weer nieuwe muziek te hebben. En dan heb je meteen het diehard, hardstyle publiek heb je meteen te pakken. Want die horen dan dat nummer daar voor het eerst. En
ja, dan begint het gelijk al een beetje te leven. Dus dat is voor ons altijd wel een pijler geweest. Hetzelfde hebben we bij Defcon. Ja. Ja, dat zijn gewoon belangrijke events, ook voor nieuwe muziek, om dat te laten horen. En ja, daar werken we dan ook wel echt hard naartoe. They just look so damn comfortable up on the stage. So comfortable. Nou, de eerste drop van Losing Control heeft echt een soort van techno-schrans-achtige toetbord kick. Echt, ja, best wel rauw. Dan daarna rolt hij meteen door in een soort van, ja, oude hardcore-achtige attack kick. Ja, ja, het is gewoon wel, het heeft zo'n hele vieze kraak zit erin, zo. Nou, en de break die moet ook niet te lang zijn in zo'n nummer, want deze track die moet gewoon knallen. En ja, we hebben ook gekozen voor om net de vocal even wat meer diepte te geven door een spoken word tekstje erbij te schrijven. En ja, daardoor voel je ook wel echt gewoon van wat deze track betekent. We'd like to think we have some form of control of ourselves. But when the music begins to play, all we can do is dance. Nou, we hadden de melodie gemaakt voor Losing Control. Alleen toen was het nog geen Losing Control, want we waren nog een beetje aan het zoeken naar een vocaltje. En toen kwamen we op een gegeven moment op Splice een vocal tegen van een man. En die zei, Losing All of My Control. Ja, het was dit. Losing All of My Control. Ja, dat is hem nog niet helemaal voor die vibe. Nee, maar wel het thema was wel meteen dat we zoiets hadden van, hey, daar kunnen we echt iets vets omheen bouwen. Gewoon een track die helemaal gek gaat. En juist ook even iets anders dan weer wat we normaal maken. Gewoon allemaal gekke drops. Alleen, ja goed, weet je, dan moeten we daar toch iets mee. En omdat wij wel een beetje bekend staan om de vrouwenvokeltjes en de snelheid en zo, hebben we het er toch een beetje gedraaid zodat het wel diezelfde feeling krijgt. En toen werd het deze. That fits the vibe a little bit more. Ja, dat was zweten. De meest stressvolle set ooit? Ja, zo mag je dat gerust wel noemen, ja. Wij hadden een klein technisch probleempje. Een klein probleempje? Ja, Defcon 2019. Twee weken daarvoor werd mijn laptop gestolen uit mijn auto. En ik had net een paar dagen voordat mijn laptop gestolen was een backup gemaakt. Dus die backup heb ik teruggezet op een nieuwe laptop. Alleen ik had tussen die backup en het moment dat mijn laptop gestolen werd, had ik ook een keer de SD-kaarten geüpdate. Ik merkte eigenlijk dat D-Block Estefan waren onderling over iets aan het kletsen. En ik zag dat het niet helemaal smooth ging. Ik ging vragen wat er aan de hand was. En ik merkte ook dat er met de audio iets aan de hand was. Ik begreep dus dat de track die ze inladen niet de track was die afgespeeld werd, waardoor je nooit een mix kan maken. Dus gelukkig waren we zo helder van geest om tijdens de set en tijdens het draaien met de stage manager te regelen dat hij zijn laptop ging halen, internet via de telefoon, Dropbox linkje sturen van de tracks. En toen heeft hij de muziek op een USB-stick gezet. De eerste USB die ik heb overhandigd, deed het niet. Ja, de Impact Anthem van 2019, die hadden wij ook gemaakt en die zouden we ook premieren op Defcon. Ja, en voor Q-Dance was dat heel erg belangrijk. Impact was de opvolger van Cubase, een nieuw festival. De kaartverkoop zou vanaf die dag of de dag daarna beginnen. Dus die wilden dat groots aanpakken. Die hadden een show voorbereid en wij hadden alles op alles gezet om die track klaar te hebben. Dan moest binnen nu en, laten we zeggen, 5 à 7 minuten. Overlegd, geschakeld, andere SD'tjes, andere CDJ geprobeerd, ook niet gewerkt. Gelukkig hadden we nog een USB-stick waar onze visuals op staan, die eruit gepakt.
terug op het podium, op de grond, laptopje erbij, zittend, stressen, kijken naar de tijd. Oh, we hebben nog maar 4 minuutjes, we hebben nog 3 minuten. Weer alles erop gekregen, geprobeerd, erin gezet en geprobeerd. Ja, en toen deed gelukkig alles. En we kwamen het podium af. En iedereen was helemaal wild. Die vonden het zo te gek. En wij keken elkaar echt aan van nou, nou laten we dan ook maar doen alsof het goed is. Oh, maar dit was echt heel erg shit gewoon voor ons. Play it out, boys. Play it out. You did it successfully. Het was best wel lastig om een anthem te maken voor Impact onder Die Glock Nest ervan. Impact had toch qua uitstraling en qua sfeer, omdat het een nachtevenement is, die drie grote monsters, had best wel een soort van donker, duister sfeertje. En ja, dat past normaal gesproken meer in ons Ghost Stories verhaal. Alleen ja, Q-Dance wilde wel echt een Die Glock Nest van anthem. En ik denk dat je ook wel heel erg goed die twee sounds een beetje kan horen. Dus het is nog steeds wel Die Glock Nest van. Maar ja, de zang van Evelien, toch wel wat spookier sound en wel wat harder dan wat we normaal doen. Dus dat ook zeker een Ghost Stories plaat kunnen zijn. That's right. This was our new anthem of Impact Festival. But we got another surprise for you guys, another exclusive. It's our homeboy. We made a new track together. Make some fucking noise for the motherfucking D-Star! Ik vind het echt zo'n vette plaat geworden. Het ontstond omdat we... Hij had een remix voor ons gemaakt, Sound of Thunder. En we hielden hem sowieso wel een beetje in de gaten, omdat zijn muziek sprak ons heel erg aan. Ik vond dat hij heel toffe melodieën had en wel harde kicks, maar nog wel gewoon muzikaal. Ja, na die remix dachten we van, laten we gewoon ook gewoon een collab maken. Yeah. Want ik denk dat onze stijltjes, zijn kicks met onze melodieën, als we dat een beetje blenden, dat kan heel goed werken. Ja, en ik denk dat we een dag hebben gezeten en eigenlijk stond alles alweer. Ja, en toen die track kwam en hij op het podium erbij kwam en die eerste kick ging erop, ja, dat is gewoon een moment om nooit te vergeten. Mensen gingen helemaal door het geluid heen. En ja, gewoon een betere kickstart van een nummer. Ja, dat kan je gewoon bijna niet hebben. In 2020 kregen we eindelijk na 15 jaar Defcon Anthem. En ik ben eigenlijk wel blij dat het zo lang heeft geduurd. Want het was op het moment dat we een beetje een niveau voor onszelf hadden bereikt qua produceren en vibe, dat we echt in de juiste mindset zaten om die anthem te maken. Defcon 1. Het is nu al een legendarisch anthem, want het is langslopende het Defcon anthem wat er is. Ja, heel gek, want het is, je leeft daar zo erg naartoe en je denkt van, het zal toch niet? Weet je wel, nee, het zal niet. Nee, het komt wel goed. Je hebt er altijd hoop in dat het goed komt. En ja, zoals je nu ook al ziet, dit is al het tweede jaar op rij dat we een livestream gaan doen. En ja, het is toch wel even wat anders dan de real deal. Yeah, man. Defcon 1. You're lekker indeed. We enter your mind. Ja, in de studio hadden we wel echt heel het geraamte staan. En op het eind, ja, willen wij altijd nog wel een keertje terugkomen met iets speciaals. Met die melodie gaat hij net gewoon nog even omhoog. All we can do is dance. Dat
geeft echt die, ja, overwinning. Nog even iets meer. Ja, en dan denk je dat hij komt. En ja, dan komt hij ook. Ja, dan komt hij. Ja, wij draaiden op reverse en toen dachten van ja, we gaan hem er gewoon op gooien, weet je wel, dat moet gewoon. Ja. Ja, die reactie van het publiek toen deze dropte, dit stuk. Het kwam precies zo uit dat reverse, onze eerste grote indoor evenement in 1,5 jaar tijd, konden we hem voor het eerst draaien. Wauw. Ja, eigenlijk mag het niet, hè? Want ja, het concept is wel dat de nummers nog niet bekend zijn. Maar ja, deze konden we jullie niet onthouden. We konden het niet laten. En ik ben zo blij dat we het hebben gedaan, want die reactie van die mensen. Ja, op reverse ging het zo hard los. Niet normaal. Niet, wat een avond was dat. En zoveel energie van die mensen. En dan ook nog eens die nieuwe track. Nou, echt, had ik niet verwacht. Nee, zeker. It's amazing to see their ideas become something that you guys feed on, something that fills you full of energy. Ja, dit is Losing Control. Dit is Vlammen. Dit is Vlammen. Ja, de één na laatste plaat alweer. Eén na laatste plaat. Gaat snel. Gaat snel. Maar weet je wat ook snel gaat? Ja, de release. De release. Volgende week is die alweer uit. Dus pries even hem nou. En volgende week Losing Control. Yes. Oh my god. To be able to see the creative process that goes on between these two, this dynamic duo of a team, like, it's just a crazy thing. We get out there, we listen to the music, we dance, we feel the energy, we feel the vibes, we feel the power. But then here we get to see where it came from, what the origin of that power was. Absolutely intense. Get over and show D-Block and Estefan all the love of the world. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you. Tell the next one about the combustible. You guys be happy, are they saved? Let me to the moon and back, peace.